Ja, hij is dood, oké. Hallo bewoners van de GameStad en welkom bij een nieuwe Epic Mod. Deze week ga ik een nieuwe mod laten zien en ik sta hier nu in mijn huisje. Net zat er de hele tijd zo'n bloemetje te springen, die wilde in beeld komen. Oh, je zag al wat ik had gemaakt. Ik ben heel erg lang bezig geweest met iets nieuws. En dat staat hier achter mij. Zal ik het laten zien? Of eerst een standbeeld? Nou, ik laat het wel even zien. Oké. Ik verander in een veermuisje, dan zie je het allemaal iets beter. En dan zie jij dat ik heel veel heb gedaan. Want kijk... Bam! Ik heb een hele farm gebouwd. Of ja, ik heb heel die graan hier neergeplant en heel wat dit. En dit is voorbereiding voor de volgende mod die ik nu ga bespreken met jullie. Want dat is een hele leuke mod, denk ik. Kevin heeft het volgens mij een van de eerste afleveringen op DDG allemaal gedaan. Maar nu ga ik het verder oppakken, want hij speelt niet meer volgens mij. Maar als eerst gaan we natuurlijk weer de standbeeld neerzetten en die is van... Oh, shit. Ene Thijs. En ik weet dat hij groen wil. Maar waar? Oh, je hebt groen. Mooi. En dan gaan we naar mijn geheime grotje. Hier beneden. En dan zal ik Thijs neer gaan zetten. Wil je langs Esther of wil je langs Tom? Esther denk ik daar. Dat is het mooiste, die kleuren zo. Bam, bam. Dus deze is voor Thijs van Haaster. Manik, deze serie is zo leuk om naar te kijken. Ik word helemaal blij ervan. Ik zou graag een standbeeld van mezelf willen hebben in iets... van de kleur groen. Mijn Minecraft naam is BlackTeastoffNL. Bam, daar sta je dan. BlackTeastoffNL. Panda groen. En nou wil ik dus met de mod Food Plus gaan werken. Volgens mij heet die zo. Ik wil allemaal dingetjes gaan verzamelen die wij allemaal in onze kisten hebben van de mod Food Plus. Wat is dit? Zaadjes. Oké, ik wil ook alle zaadjes. Deze, ik weet niet of je die kan planten weer. Deze zaadjes wil ik hebben. Strawberry Seed Food Plus heet het dus wel, ja. Food Plus. Plus. Water artichoke. Nou, dat is van Witchery. Maar ik ga ook even kijken wat dat is. Misschien heeft Edwin nog iets. Hij heeft wel coconuts, maar daar heb ik niks aan. Dit ook niet. Nou, is een cadeautje nog steeds niet uitgepakt van kerst. Jongen. Strawberry seeds, nog meer. En verder heeft hij ook niks. Kevin, die heeft volgens mij een hele hoop. Daar wil ik wel wat van. Oh, dit ook nog even checken. Maar dit is Kees' een mooie huisje. Jongen. Ziet er niet uit, Kees. Heb jij nog iets? Nee, je hebt niks natuurlijk. Hier, oh, strawberry seeds. Ik neem alles mee, Kevin. Sorry. Zo, even alle spulletjes hierin doen. De saplings bij elkaar. Die ga ik daar allemaal planten. En alle zaadjes. Dat zijn deze allemaal. Nou heb ik echt weer heel veel. Nou, nog even wat de rest te gaan halen bij Kevin. En bij Colin. Die heeft volgens mij ook nog wel wat. Aardappel heb ik ook nog niet. Ik heb volgens mij alles nu. Even kijken wat hij nog voor speciaals in zijn tuintje heeft staan. Hij heeft hier nog strawberries. Die heb ik al heel veel. Tomato ook. Rijst ook. Nog meer tomaat. Carrots. Die wil ik wel. Colin had ook niks nieuws meer. Misschien vind je het gek dat ik eerst aan de farm begin in plaats van aan mijn huisje. Maar ja, ik heb er zin in. En volgens mij had ik eerst iets fout gedaan. Je kan dat bloemetje hier wel inzetten, maar dan moet je daarin. Nee, het kan nog steeds niet. Huh? Hoe moet dat? En ik wil trouwens van jullie weten hoe en op welke manier ik die muren zal maken. Ik weet niet wat mooi is. Misschien kunnen jullie op Twitter een plaatje sturen van hoe jullie het huisje, hoe je de muren eruit wil laten komen te zien. Snap je? Nee. Nou, dat zijn gewoon die granen daar. Dat weet iedereen wel. Dan gaan we nu deze allemaal doen. Oké. Dan pak ik de Belladon. Nee, ik wil wel de Witchery bij elkaar doen. De fossiel, die doe ik ook eventjes pakken. Witchery. Oké. Dit zijn alle Witchery. Die zal ik wel hier gaan doen, denk ik. Want die ga ik dan ook verplaatsen naar hier. Dat het allemaal een beetje bij elkaar zit. Ik doe het in het hoekje. Kan dat? Het kan niet door die stomme dingen. Oh, dat is dom. Dan zal ik die hier beginnen zo. Ik kan die niet planten hier. Water artichoke. Oh, die moeten in het water. Oké. Wat zou eruit komen? Is die klaar zo? Volgens mij wel. En dan komen er die dingen uit. Oké. Nou, ik zal die hier gewoon nog eentje planten. Zo. En de Mandrake ziet, kennen wij de Snowbell. Doen we daar eentje. Wat is dit? Een snowball? Wat? We krijgen maar één zaadje voor terug. Dat is niet leuk. En dan doen we nu de Mandrake. Die kennen we allemaal. Dan ga ik deze wel weghalen. Want die zijn dan... Oh, shit. Nee! Ga weg! Ah, stom ding. Allemaal weg. Oh, kut, ben ziek. Oh, fuck, is dit? Zijn ze allemaal dood? Nee. Ah. Wow. En dan ga ik deze grond weer normaal maken. En dan gaan we eventjes de Belladonna seeds planten. Er zijn er 5, dus die zet ik hier zo neer. 3, 1, 2. Deze verplaatsen. Zo, de Belladonna seeds. Volgens mij komen hier hele mooie bloemetjes uit. Ja, kijk, dat zijn die mooie bloemetjes. En dan nu de Mandrakes, ook mooie bloemetjes, maar er komen monsters uit. Oh, nee, ik kan wel dingen planten bij die muur. Want dat heb ik daar boven ook gedaan, maar ik probeer het met deze. En daar kan er natuurlijk niet mee. Dus dan ga ik deze hier. Ja, kijk, het lukt gewoon. Ik dacht al, nou moet ik alles anders gaan doen. Dit is wel mooi. Hier staan al alle Witchery dingetjes. Dan gaan we nu even kijken wat de volgende dingen gaan doen. Oh, ik had nog die fossiel. Daar ben ik wel benieuwd naar wat hij gaat doen eigenlijk. Die zal ik hier zo planten. Oh. Dat gaat niet. Moet dat op het water? Nee, dat gaat ook niet. Oké, dat zoek ik wel een andere keer uit wat je hiermee kan doen. Dan gaan we nu de strawberry, tomato, de rice en de carrots. En
Deze ook meteen, de aardappel. Tomato, oh, die heb ik echt heel veel. Nee, die zet ik dan meteen hierachter neer. Oh, ik hoef nooit meer eten te gaan zoeken. Wel dom dat ik niet eerder aan een farm heb gedacht. Zo, dan laat ik deze hier. Strawberry heb ik 39. Oké. Die zet ik er langs. Zo. Tomato, strawberry en de rijst komt hier weer langs. Kan je rijst eigenlijk zo eten? Nee, dat kan niet. Dat is gewoon een ingrediënt. De aardappel en wortel, die ga ik denk ik wel wat vaker gebruiken. Zet ik hiervoor, of nee, die kan ik hiervoor aanzetten. Die heb ik nog niet zoveel. En de aardappel eentje, bam. Ja, maar eigenlijk is dat niet slim, want dan weet ik niet wat is. De aardappel doe ik rechts van het pad. Die zet ik dan hier neer. Ja, dit ziet er wel een beetje oké uit. Oké, we gaan naar de volgende dingen. Even kijken wat dit allemaal is. Coffee beans. Ik weet niet of je die kan planten. Cotton is katoen. Barley is dit. Melon en pumpkin. En de tea leaves en de pineapple. Die moet ik dus nog maken allemaal. De melon seeds, ja. Komen er allemaal van die gekke dingen langs. Dus die hebben 2 bloks nodig. Ja, ik denk dat ik deze ook redelijk vaak ga gebruiken. Dus die zet ik hiervoor neer. Barley seeds. Dat is net zoals dit. Ongeveer volgens mij granen. En die ga ik dus hier allemaal neerzetten. Dat is ook... Oh, die heb ik niet zoveel. De cotton seeds. Die komen dan hier te staan. Coffee beans. Oh, die kan je wel planten. Nice. Koffie. Die komen bij het katoen. Logisch. Kijk eens aan. Dit is mijn farm tot nu toe. Het zijn nog niet zo vol. Maar de volgende keer zal ik hier ook nog ergens dieren neerzetten. Maar nu eerst nog de saplings van de bomen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je ook iets met die tea leaves kan doen. Thee kan je niet planten. Oké. En deze, kan ik die ergens planten? Nee, daar kan ik misschien wel zaadjes. Ik krijg allemaal stukjes, maar kan ik die ook planten? Nee, dat kan niet. Ik wil wel op een of andere manier deze dingen kunnen planten. Maar hoe? Ik heb geen idee, man. Hey, er komen wel leuke dingetjes uit. Wat is dit ook alweer? Tomato. Tomaat, 57%. Oh, dat is cool dat je dat zo kan zien. Die is al bijna klaar. Kan ik dat hier ook zien? Ja, die ook. Volgens mij is dat... Oh, die kan met alles. Oh, dat is vet. Nu gaan alle saplings. Die was ik van plan om hier ergens neer te zetten. Oh, die drijfzaal moet ik wel eerst weghalen, want dat is wel... fucking irritant. Mijn schepje erbij pakken en dan gaan we lekker scheppen. 1 laagje hoeft maar weg, want daarna zie je het toch niet meer. Hupsakee. En het kan. Zullen we nou met bone meal gaan doen? Kijken wat er allemaal uitkomt. Ja, hè? Als eerste coconut. Hij doet niks. Oké, misschien moet ik hem ergens anders neerzetten. Daar, coconut. Ja, die kennen we. Kiwi, banaan, orange. Oh, er is nou niet zoveel plek meer. Oh, een roze in eentje, dat is niet mooi. Ja, dit ziet er wel cool uit. Dit zijn allemaal boompjes. Misschien moet ik een keertje netjes neergezetten, want dit is niet zo mooi. Maar dit is in ieder geval al het eten wat ik volgens mij tot nu toe kan hebben. En die besjes natuurlijk, die zijn ook allemaal lekker. Maar nu zat ik te denken van, zal ik deze bewakertjes van mij, zal ik die hier rond laten lopen op mijn farm? Dus dat ik hier helemaal een hekje omheen ga bouwen zo. Dat die niet kunnen ontsnappen, maar dat ze wel mijn farm gaan beschermen. Zal ik dat doen? Dat is misschien wel vet, toch? Maar laat het weten in de reacties. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan, hoe jullie erover denken. Zo, ik heb even alles helemaal geplant en herplant. En zoals je ziet heb ik wel wat bewakertjes nodig, want hier is alweer een stomme skeleton. Ja, hij is dood, oké. Ik wil van jullie weten dus hoe deze muur eruit moet komen te zien, want ik heb geen idee wat mooi is en wat niet mooi is. De volgende keer zal ik de diertjes hier neerzetten ergens, wat mooi is. En nu het allerlaatste standbeeld van deze aflevering. Die is van ene Thunderdogs. En je schreef, hey Mark, je bent echt mijn held en je volgt mij ook op Twitter. En dat maakt mij heel blij. Ik wil graag een standbeeld. Minecraft naam X-Domes X. Pose, mag jij kiezen? Kleur, mag jij kiezen? Oké, nou, ik ga dan een keertje voor de verandering dirt kiezen. Dat is wel cool, toch? Ja. Kijk, hoe cool je er dan uit komt te zien. X-Domes X. Daar sta je. X-Domes X. Mag ik kiezen? Hier zit de rest nog allemaal. Ik zal ze nog 1 keertje laten zien. Tom de Lange. Johnny. Esse. Mees. Flotsie. Busseetje. Busseetje. Ik weet niet meer hoe je het uit moet spreken. Ze heeft het een keertje gepost daarna, maar ik weet het niet meer. Danoontje. Marnikje. Dutskilla. Milutje. Jochem Twan. Bubble Guy. Koning Henk Tuff. Super Sanna. Terrifian. The Dark Evil. Power Elf. Valentinaatje, Laurens, Esther en Black die stof. Wil jij hier komen te staan? Laat een reactie achter en de volgende keer kies ik weer 2 nieuwe mensen uit. Als die tunnel vol staat, dan ga ik een andere manier verzinnen. Dus dan komen hier misschien iets van standbeelden ofzo. Ik weet het nog niet. Oh, deze meloen die is stom. Die moet hier komen, maar die gaat daarheen. Mislukkeling. Jongen. Nou, dit ziet er wel vet uit, denk ik. De eerste farm in... Oh nee, Kevin had al een kleintje. Maar dit is een hele coole grote. Toch, hij ziet er mooi uit. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze mod heel erg leuk vonden. Ik ga de volgende keer weer een andere mod bespreken en laten zien. Laat weten welke mod jij de volgende keer wilt zien. En laat een like achter als je het leuk vond. En dan hoop ik jullie allemaal de volgende keer weer te zien. Ciao!